Ja, Anne, van harte gefeliciteerd. Vierde keer Nederlands kampioen op rij. Maar in die tiebreak, daar ging wel weer van alles mis, hè? Ja, zeker. Het was heel erg spannend en ook op een aantal momenten zeker niet goed. Maar toch wel terug weten te vechten, dus dat is wel... Ja. En dan hoor ik mensen zeggen geluk, maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk geen geluk. Want het is gewoon een kwaliteit om uit verloren stellingen steeds toch weer de veerkracht te hebben om kansen te zien en dan nog terug te komen. Ja, ik denk dat het soms een beetje van beide is. Dat je aan de ene kant wel die taaiheid moet hebben en toch nog de beste zet moet blijven spelen in slechte stelling. Aan de andere kant heb je soms ook wel stellingsgeluk, min of meer, denk ik. Maar het is niet alleen geluk, inderdaad. Nou ja, goed. Vierde titel. Een geweldige moyenne hou je erop na. Wat betekent dit voor jou voor het komende jaar? Ga je er weer wat meer aan doen? Want daar hopen wij als Nederlands schaakwereld wel op natuurlijk. Ja, dat is een goede vraag. Ik ben ook gaan werken in het onderwijs en dat bevalt heel goed. En ik merk dat dat wel wat moeilijker combineren is dan toen ik studeerde. En dat is ook logisch. Dus ik ben nog een beetje aan het zoeken waar ik mijn tijd en energie in wil steken. Ja, dat klinkt nou weer niet heel erg hoopvol, Anne, moet ik zeggen. Ah, wel een beetje. Zo'n NK is natuurlijk, als je hem wint, is het altijd wel weer een boost om weer door te gaan. Dus wat dat betreft zie ik het wel positief in. Nou, poeh. Maar je bent er volgend jaar in ieder geval wel weer bij, denk je? Dat is zeker de planning, ja. Okay. Nou, tot volgend jaar en ga voor die vijfde titel.